Yo mensen, welkom bij een nieuw video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets anders doen dan normaal. We gaan namelijk het spel doen, houden en delen. Like allemaal en dan gaan we eerst maar even naar de intro. Goed, vandaag hebben we namelijk 6 deelnemers. Dat betekent dat we 3 wedstrijdjes gaan doen, want anders wordt het iets te lang natuurlijk. Dat betekent 6 deelnemers, 3 wedstrijdjes en er is in totaal is er per groep is er 50k te winnen. Dat jullie dat ook even weten. Ja, dus het is of dat je zegt van, oké, ik leg het spel even ondertussen uit. Je hebt zeg maar 2 mensen tegenover elkaar straks staan en in totaal kun je dus 50k verdienen. Zeg je in een boekje straks houden, maar de ander zegt delen, dan heb je helemaal niets. Maar zegt de ene van delen en de ander zegt delen, hebben jullie allebei de 25k? Zegt de ene houden en de ander delen, dan krijgt degene die houden zegt 50k. Maar zeggen jullie allebei houden, dan winnen jullie helemaal niets. Zo was het, sorry. Excuses jongens. Dus er zit echt een risico aan vast, want jullie kunnen ook gewoon helemaal niets winnen. Stel, de eerste groep wint niets, dan komt er een bonus voor de tweede groep. Dus je moet gewoon mazzel hebben of je in de eerste, tweede of derde groep zit. Hebben jullie een beetje zin in, deelnemers? Ja, ik weet niet of... Ja, ik heb er heel veel zin in. Sowieso. Dan ga ik de eerste 2 personen maar even uitkiezen. En dan mag als eerste naar voren komen Cas, oftewel Varion ST. Jij mag lekker hier zitten. En jongens, dat hebben we weer een fantastisch uitzicht natuurlijk. Jij mag even hier staan en dan mag hier op dat... dat was niet de bedoeling. Op het gele bordje mag de volgende komen te staan. En dat is namelijk Soepie123. Komt u maar naar voren. Yes. Jullie weten hoe het spel werkt momenteel? Yes. Hallo. Hey, top, dan geef ik jullie allebei een boekje. Sign of niet signen... Sign of niet signen maakt niet echt heel veel uit. Het is of... jullie schrijven of houden of delen op. Ja, succes boys. Kijk, ik had sowieso het idee, kijk, ik ben vandaag gewoon in een gunbui, dus als we vandaag allebei delen doen en we zijn elkaar gewoon, we vertrouwen elkaar gewoon, kijk, dan heb ik misschien nog wel iets leuks voor je. Als je me knight, dan ben ik gewoon genaaid, maar... Ik naai niet, ik naai gewoon. Nee? Goed. Gaan we gewoon heel kort, gewoon gelijk delen doen? Ja. Oké, waar zijn jullie? Ik draf hem naar Jordi heen. Oké, dat is zo. Wel goed, en dat is het tweede. Ja, dankt. En even kijken, en je ziet hem alweer. Want kijk, Cas zei wel van, zullen we allebei maar delen. Jordi, oftewel Soepie, mooi naamgenoot. Zei van, we gaan maar delen. Maar Soepie123 kon ook naaien, of Cas ook. Dus er zit echt zo'n risico aan vast. Maar ze zijn alle twee heel eerlijk geweest en ze verdienen allebei 25.000 euro. En dan ga ik die even kijken of ik dat helemaal goed kan. Ja, kijk, Soepie. Is... Heel goed jongens, is het 25k voor jou. En nog eens 25k voor jou. Kijk, weet je wat het is? Ik gun jou gewoon. Welk level ben je? 1. Kijk, ik gun je 125k alsjeblieft. Jo. Ja, koop er wat kleding mee of zo. Ik moet plat afbetalen. Ja, ik ook. Oh, geweldig. En de deelnemers die al geweest zijn, mogen hier wel even staan. Even hier zitten te durpen. Even een plaatsje nemen misschien. Of als dat kan, door de mooie ballen. Oké, dan hebben we nog 4 deelnemers, dat is logisch natuurlijk. Dan hebben we nog Thijs hier, dan hebben we nog Dizzy, dan hebben we nog Daniel en dan hebben we nog Porkip, oftewel Nieuwe Wets. Even kijken. We gaan nu, als je moet niet typen, dus dat is een beetje storend. Even kijken, we gaan voor degene die naar voren mag komen, is Daniel tegenover Dizzy Games. Oeh, dat is leuk. Dit wordt een leuke strijd. Hey Dizzy Games, hoe heet je eigenlijk? Ik heet Colin. Hoe heet je? Colin. Oké, Colin. Welk level ben je momenteel? Ik ben level 5. En je staat tegenover een level? Ook 5. Level 5. En jullie mogen allebei jullie bankzaldo even in de chat typen. Ben ik wel benieuwd wat jullie voor bankzaldo hebben. Bij de 1,4 miljoen? 55k. Oké. 1,4 miljoen. Jeetje, Mina. Nou, hebben jullie een boekje al?
Nee. Nee, dan krijgen jullie alle twee een boekje van mij. Ik zeg helemaal niets meer. Jullie mogen lekker je gang gaan. En jullie mogen wat tegen elkaar zeggen. Weet ik veel leuke liefdesverhalen vertellen. Ga jullie gang. En als je denkt, jongens, degene die zijn geweest, mute je IB. Oké. Okay. Ja, er hangt een hele vende helikopter. Maar ik denk dat het beste is delen. Of ja, wat wil jij? We hebben het bij 50k. Ah. Dat is beter. Ah. Zullen we dan maar delen? Ja. We gaan delen. Oké, voor de mensen die het niet horen, want het hoort een beetje zacht aan. Maar misschien voor de kijkers niet. Maar ze zeiden allebei delen. We gaan kijken wat eruit komt. Jullie mogen lekker het boekje gaan signen of niet signen. Maakt me niet zoveel uit. En dan gaan we kijken wat eruit komt. Jullie mogen het boekje lekker gaan inleveren bij mij. Hoe twee. En dan mag jij het boekje ook gaan inleveren. En dan, oké. En dan zien we hier Daniel die keurig zegt... Nou, ik ga lekker delen. Ik ben wel zo eerlijk. Maar Dizzy Games die toch ook delen zegt... Of... Nee, hij zegt houden! Dizzy Games zegt houden en hij naait bij Daniel, maar, hebben hier een deelnemer in het publiek. We hebben hier een deelnemer die nu staat toe te kijken, is namelijk Thijs. En Dizzy Games heeft hier gezegd houden, maar ik geef het geld aan Thijs. Oftewel, Thijs krijgt de 50k en hij mag straks ook nog. Hey Dizzy Games, geweldig. Kijk, waarom krijg je hem? Thijsie, alsjeblieft jongen. En je moet Dizzy Games blijven lekker bedanken. Want ja, Dizzy Games... Dankjewel Dizzy. Nou, jullie mogen ook even rechts staan zitten. We hebben nog twee deelnemers. Kom maar lekker naar voren. Kom gezellig naar voren. Nieuwe wets, kom maar lekker naar voren. En Thijsie. Ik heb nog twee boekjes. Nee, die heb ik niet meer. Hebben jullie één? Hebben jullie zo nog een boekje? Want ik heb nog maar één boekje. Nee. Iemand kan deelnemen nog een boekje? Een leeg boekje? Nee. Ja, lekker Cassie. Is dat ook echt? Sorry. Dan krijg jij een boekje. En dan krijg jij... En dan krijg jij een boekje. Dank drie taps jongens, lekker man. Oké, en dan wens ik jullie succes. Jullie mogen tegen elkaar praten. Weet ik veel. Vertel je liefdesverhalen en succes. Kijk, jij hebt net die 50k gekregen. Dus als ik die andere 50k krijg, hebben wij allemaal bij de 50k. Ja, dat is waar. Maar we kunnen ook gewoon delen doen. En dan heeft ieder van de 25k. Ja, doe jij delen? Ik doe ook delen. Ik doe delen. Oké. Oké, ze hebben allebei delen gezegd voor mensen die niet horen. Waarschijnlijk horen ze het wel, want dat is redelijk goed. We zien hier een gesigned boekje, oké. Thijs, die heel eerlijk is, zegt delen. Maar toch degene die naait hierbij en dat Sporkif. Ja, ik had het al meteen door. Sorry man, maar ik krijg deze wel van mij. So, thanks. Dat vind ik wel weer aardig. Kun je lekker op je rug dragen. Kun je lekker tegen hem praten. Heb je toch wel iemand om tegen hem te praten. Nee, grapje. Grapje hoor. Maar Porky verdient hij wel bij de 50.000 euro. De volle lading, noemen we dat. Ik ga even mijn moeder even emmen dat ik geld heb gewonnen. Oké. Wat een gast deze. Ongelooflijk. Hey, we gaan hier even met z'n allen afsluiten deze video. Even hier. Jullie mogen lekker achter me staan. Lekker achter me staan. Heb je nog iets te vertellen tegen de kijkers? Ja, abonneer hem op Jordi Storm. Abonneer. Abonneren. Geef geld. Liken natuurlijk ook. Like absoluut. Doe allemaal. Als je dat hier hebt bekend, doe allemaal hashtag. Gaat die mij even nadoen hoor! Hashtag Dizzy Gunner. Die Porkif, jongens, laat maar even weten als je het hier hebt gekeken met hashtag Durps. En dan zie ik u bij de volgende video weer. Hey, boys, later. 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 Later.